Goedemiddag, een uitleg over het maken van een initiale stap binnen een PLC. Je ziet hier, ik heb de PLC al geprogrammeerd toegevoegd. De standaard PLC die we hier gebruiken. De main wordt standaard geüpload. Maar hier kan je nog voor klikken Add New Block. Dat doen we, dan klikken we op Startup. Ik maak het blok in ladderdiagram. Klik op OK. Nu maakt hij een start-up bit, start-up blok. Dit blok wordt eenmalig hoog gemaakt bij de start-up van de PLC of als de PLC van stop naar run is gegaan. Ik kan hier een merkertje inzetten. Die merker noem ik M200.0. Dit is een willekeurige merker. Ik geef hem zo'n hoge waarde zodat hij nooit ergens anders voor gebruikt zou kunnen worden. Zodra je dit doet, wordt die start-up bit wordt als eerste gemaakt, dus merkertje 200 komt als eerste in. Dan ga ik terug naar de main. Dan geef ik die merker 200.0 geef ik aan als ingang. En daarachter zet ik bijvoorbeeld merker 0.0, dus dat je eerste stap is. En die zet ik dan. Op deze wijze wordt dus eerst die starter bit M200.0, die wordt eenmalig hoog. Die wordt hier hoog gemaakt en dan zet die M0.0. Wat ook belangrijk is binnen die starter bit, hier is die weer, is om alle andere merkers te resetten. Hier zie je die andere merkers, doe bijvoorbeeld M0.1. Die wil ik resetten hier. Resetten. Het geeft niet dat hij hier dus dubbel gereset wordt. Dus zowel in de main als in de startup. Want in de main reset je natuurlijk ook merkers. Alleen dit geeft wel extra zekerheid. Zodat alle merkers van alle stappen gereset worden.